Goedendag iedereen, Hulst 17 oktober 2020. Ik ben hier aan de Gentse Poort, aansluitend de Gentse Straat. Je ziet de mensen dragen de mondmasker in de straat hier aan de linkerkant. Maar ze lopen wel even in de tegenrichting. Ik zeg de tegenrichting hier. Komt vaak voor. Het staat wel aangeduid. Maar men let er niet altijd op. Momenteel 10:20. Opnieuw zie je duidelijk mondmasker in de winkelstraat. Aankomst Grote Markt. Ook verder daar heb je de blokkerwinkel. En dan even hier nog een blik op de horecazaken. Men ziet ook dat nu alles opgeruimd is hier. Ik had de vorige keer nog de tafeltjes hier gezien, die mooi opgesteld waren, maar zoals men weet... Het is een beperkte lockdown in Nederland en ook in België gaat de horeca dicht. Dus het is nogal stil, laat ons zeggen. Dus je hebt enkel het doorstromingsverkeer. Hier de locatie van de bierkaai. Hier heb je wel nog de terrasruimtes die natuurlijk niet gebruikt worden. Ik zeg bepaalde horecazaken werken soms nog als afhaallocatie. Maar ja. En dus ook in deze maatregel zijn de restaurants ook gesloten. Hè? Het is niet ditmaal een gedeeltelijke, maar afhalen bezorgen mogelijk, zie ik hier. Ik heb er iets gezien, hier ook open. Je ziet mensen op wandel, maar heel weinig... plaatselijk verkeer. Dat is een feit. Maar het is ook de bedoeling met die maatregelen van zo weinig mogelijke verplaatsingen te voorzien. Ja, hier ben ik aan de dubbele poort. Ik ga nog even langs de grootste poort, want het is nog een lastig stuk te voet. Nog even genieten van Hulst.
op deze zaterdag, 17 oktober, zoals de rest van Nederland, in gedeeltelijke lockdown. En dus ook de crisissituatie die alleszins een noodzaak is van beperk je verplaatsingen. Dus nog even de leuke straten van de binnenstad van Hulst. Dus richting Roosepoort. We hebben aan de grootste poort. Ik verlaat Hulst binnenstad. Zo, beste mensen, dat was het even. Door Hulst binnenstad en nog wat de leuke beelden. Hier ook nog een beeld, een pracht van een beeld hier nu in de herfstperiode. Aan de vesting te Hulst. Tot later.